Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Case Lock met Sander van Gaming SB. Ik hoop dat hij het overleeft. Ja, ik hoop dat ik jouw intro momentje ook overleef. Het is altijd feest met Sandering, hè? Je weet nooit wat je krijgt. Ja, je weet de grote vraag is Sandering, wat heb jij gisteren, wie is de mol gekeken? Ja. Anke eruit was wel jammer. Ja, dat vond ik ook wel jammer. Maar viel jou niet iets heel belangrijks op? Of heel niet heel belangrijks, dat is niet waar. Viel je niet iets op? Ja, dat Renomi de mol niet kan zijn, want Anke zat op Renomi. En dus is Renomi niet de mol! Nee, dat is zo. Dat kan ook zo geknipt zijn, ja, dus dat weten we niet. Maar ik denk dat Jurre de mol is nu hoor. Maar nee, ik weet niet waar je op doelt. Dat is het exact hetzelfde doolhof die ze in België hebben gebruikt. Toen met die struisvogels. Ah. Het is gewoon exact de Mundo hetzelfde. Met die struisvogels? Ik zit even te denken. Ja, dan zaten ze in de doolhof en dan liepen er struisvogels in dat doolhof. En dan moesten ze van die eieren pakken en daar gingen ze dan Scrabble mee spelen. Was dat vorig seizoen? Nee, dat is wel even geleden. Ah, vandaar. Ik kon het me zo niet herinneren, maar... Ja. Stanley, jij gaat Shiny Larvesta krijgen, denk ik. Dan kan daar zou je toch best blij mee zijn. Afstrepen op de bingo kaart. Nee, grapje. Dat telt niet. Het is wel weer vuur. Dat zal misschien iets minder leuk zijn. Ja, maar ook leuk. Die heb ik nog niet. Oh, trouwens, boys. Ik heb eventjes... Skelly. Oh. Beetje lame, hè? Hij lijkt niet eens shiny, joh. Dat had ik je al. Dat weet ik, ja, dat wist ik ook eigenlijk al. Ik wil gewoon zo'n shiny. Oh, misschien is het trouwens niet slim om hem voorop te zetten. Met allemaal grass typings. Nou, ja, alleen Bellsprout, toch? Ja. En... Bellsprout. Kling, kling, kling. Cool. Maar geen shiny. Ja, de Squirtle wel, maar... Oh, deed je nou Fine Whip? Ja. That's a Fine Whip. Sorry. Huh? Kijk uit, want als je doorloopt moet je tegen een level 13 vechten, waar ik nu tegen moet. Tegen een level 13 Corphish ook nog. Oh ja, dat wordt wel heftig, ja. Gulp in. More like. Gulp okay. Out. Sandering! Dat ben ik in. Making crafting. Ja, je was wel een crafting aan de making. Sweeting the sand in. Ik ben wel benieuwd hoe sweet the sand in. Alabama. Sweet home Alabama. That I know. That's from the leeching. Ik wel. Je kijkt dan hoe dicht ze bij elkaar staan. Bij andere Pokémon doen ze dat niet. Cute. Ik vind het gezellig. Oh, en Plusel trouwens. En Minun. Is ook super effective op Mr. Skilly. Nou ja, op Mr. en Mrs. Skilly. Yo, jij hebt vette hoge Pokémon, joh, echt. Ja, ik ben ook een Pokémon Master Sandering. Nee, maar ik had... mijn Azula is ook best wel hoog. Alleen ja. Ja, als jij Froakie nog had, had hij ook zo hoog. Ja, daarom. Dus dat is het verskilling. Verskilling. Ik wil gewoon een shiny in. Ik heb echt al wat 10 orders gebruikt, dus dat is haastig. Nog, dat gaan we weer. Dus ja. Ik snap het niet. Even kijken. Ja, dan zit je pas op de helft van de odds, hè, als je 10... Oh ja. Oh ja, klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik dacht, ik zit op de odds. Dat is helemaal niet zo. Nee. Ik ben aan het cheaten. Ik ben aan het liegen. Leaguing? Are you again cheating? Nee, niet cheating. Ik wil vuur geswiped niet. Weet je wie wel cheating doet? Paddy. Paddy, die doet always cheating. Hij heeft het gewoon weer bewezen dat hij zo'n cheater is. Ja, maar dat wisten we ook al natuurlijk. Dus dat scheelt. Het valt me mee dat hij hem geen slukmaal had genoemd. Wacht, wat? Die slak. Oh, ja. Was het maar slukmaal, dan had ik het tenminste nog content.
Ik ben ook echt geneigd nu om die hele ding niet te editen. Omdat ik zoiets heb van... Fuck deze shit. Ik haat het. Dat, ik heb een honey gekregen, dat is best wel handig. Honey. Je hebt ook een combi die honey kettert. Ja, dat klopt. Ding. Ik ben nog steeds eerlijk aan het spelen. Ja, zo te zien wel, gelukkig. Dat is goed van je. Heet jij toevallig geen Paddy? Want ik heet toevallig eerder. Geen Paddy. Je hebt me door. Ik ben ook een nieuwe club begonnen, hè. En ik denk, de misschien wil je daar wel aan meedoen. Ja, de haat aan Paddy club. Oeh, dat is wel een club waar ik bij wil horen. Nice. Nou ja, kijk. Leden staan voor ons in de rij, maar ik... Ik dacht gewoon van, ja, Milan verdient de eerste lidmaatschap. Nice. Kijk, ik snap wel dat iedereen in de rij staat. En dat vind ik ook wel een eer of zo. Maar ja, ik wil toch die van jou als eerste bij hebben. Dat kan ik zeggen. Ja, je kan zeg maar de jaarbeurs ermee uitverkopen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, als ik dan ook nog zeg dat jij erbij zit. Nou, dan kan ik 2 jaarbeurzen ermee uitverkopen, joh. Dan doen we zo'n soort Comic-Con... stage dat we zo achter zo'n microfoontje zitten dat ze ons dan vragen kunnen stellen. Ja. Waarmate jullie Paddy? Nou, de slak. Oh, oké. Okay. Goeie idee. Welke slak? Ani, Bo, Chen, Chin, Chap, Pau. Genoeg. Oh, ja, die. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik ook. Dus als je het niet dat snapt, dan... Ben je een loserboy? Ja, of je bent Paddy, want je zegt, nee, het is geen cheat, het zit gewoon in de game. Nee, hij is in competitive heel slecht, dus dit is goed. Ja. Zoiets kwam die, hè? Zoiets kwam die met dat excuus. Ja, maar in competitive is hij heel slecht. Het is helemaal geen cheaten. Dat is niet hoe dat werkt, Paddy. Dat is niet hoe dat werkt. Nee. Echt. Als wij zeggen dat het cheat is, dan is het gewoon cheaten, klaar uit. Ja, wij kunnen het weten. Wij zijn van de cheat. Beep, boop, politie. Zo. Wee. Cheat, politie. Die zijn wij. Als hij mij zo crit, ben ik dood. Dat wil ik eigenlijk niet. De tip, doe niet. Doe niet. Doe niet, ding. Oh, boy, yeah. Dat wij niet goed van onszelf worden, hè? Nee, eigenlijk niet. Kinesis, Ink. Kinesis? Ink. What the frick? Heel fijn. Oh ja, ik deed even simplified Engels voor de kijkers. Potverdrie. Je gaat hem krijgen, Sander. Niet boos worden. Niet nu al. Nee, ik ben ook niet boos, joh. Maar... Wacht, heb ik? Oké. Ik heb... een intro momentje niet laten staan. Dat gebeurt namelijk nog wel eens. Dat kan gebeuren. Skilly. Oeh, Skilly bubbel. Hoewel dat heel grappig ook wel had kunnen zijn, is het ook wel een beetje cringe. Want je ziet niet wat er gebeurt op mijn scherm. Wist je dat bubbel net zo sterk is als watergun in deze game? Maar watergun is genervd, hè? Heel veel. Ja, of bubbel is geboost. Een van de twee. Nee, volgens mij is watergun op een gegeven moment genervd. Maar waarom leer ik en watergun en bubbel? Zoals ze echt exact hetzelfde zijn. Weet ik niet. Omdat ze vroeger was bubbel kut en watergun goed. Nu zijn ze allebei kut. Ja. Oeh, super potion. Die wil ik wel een. Super potion. Ik had mijn Apom... items gegeven, ja. Kijk, ik neem aan dat jij dat bijhoudt. Kijk, als het nou mijn video was, dan had ik dat bijgehouden, want dat stond heel mooi in de thumbnail. Of in de, niet in de thumbnail, in de layout. Het staat ook in de layout, alleen niet in de layout die ik hier gebruik. Dat edit ik na altijd, zeg maar. Nee, dat snap ik, maar dan met editen zou ik dat gezien hebben als mijn video. Maar het zijn jouw video's. Ja, ja, ja. Maar weet je wanneer ik die dingen geëdit heb? Dat was de dag nadat we de vorige aflevering al opgenomen. Ja, oké, okay, dat is vorige paar afleveringen. Dat is jaren terug. Nee, grapje, we zijn geen super guys. Dat is niet heel aardig, maar wel de waarheid. Wat? Hoezo? Nee, dat is... nee, ik bedoel daar niks gemeens mee.
Ondanks die smichtige gelach. We are going to Ibiza. Niet on the summer holiday of zo. Ik weet niet hoe dat liedje gaat. The summer holiday. Dit is Winnie. En Winnie heeft een bundle. Waar is Poe dan? Die is er niet. Dat is wel gek. De enige Winnie die ik ken is ook de Poe. Ik weet niet wat de Poe is. Maar hij is wel. Dat is zijn achternaam. Dat is zijn achternaam. Fair enough. Fair enough. You got me. You got me. Zou Walter White zeggen. Wow, dikke pro move. Wat? Nou, hij wist dat ik Fine Whip deed. En toen switchte hij in een Pokémon Zapzapper. Waardoor hij een boost kreeg. Omdat hij Zapzapper heeft. Omdat ik weer een grass aanval deed. Gewoon een pro move. Dat is wel smart pants. Dat is gewoon valspelerij. Ik denk dat Paddy deze tegenstander is. Ja, dat zal wel. Dat denk ik ook, als ik dat zo hoor. Ik heb... Charge him with flames. Ik heb er wat wiskundig op gezet. En inderdaad, het is Paddy. 1-1. Alhoewel, als je verdunt 1-1 dan weer de helft. Dus dan zou je half Paddy zijn. Maar dat bedoel ik dan weer dus weer niet. De enige die zo denken zijn scheikundigen, dus ik weet ook niet waarom ik dat zeg, want niemand is zo loose om scheikunde te studeren. Wacht, is dat nou shade naar jezelf? Wat? Nee, niks. Wat is deze tovenarij? Dit ziet er heel leem uit als je niet echt een stokje vast hebt. Oh, wacht. Ik ben Alex nu, volgens mij. Of Justin. Van Totally Spies? Oh. Nee. Oh, nee. Alex, Justin, hoe heet die andere? Kleine kind. Max? Volgens mij Max. Oh, yeah, got it. Yeah. Max. Max. Alex en Justin. Is het Justin? Ik begin over Justin te twijfelen. Justin is die gast, die jongen, die oude. Ja, dat is die oude. Alex is... Nou ja, spreek wel voor zich op zich. Ja, toch? Alex en... En Max is de short boy. Wanneer komen de sparkles eigenlijk? Komen die na de appeared? Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan weet ik waar. En dan wordt het ding ook wat donkerder. Het appeared boxje? Gewoon het hele scherm, zeg maar. Een soort shadow wordt hij dan. Dat is of je een maansverduistering hebt. Of zonsverduistering, bedoel ik. Wow. Weet je wat er dan aan de hand is als je een zonsverduistering hebt? Dan verduister je de zon. Dan kun je niet vuurbranden. Oh ja. En dan moet je eigenlijk dan de Siege of the Fire Nation plannen. Dat doe je dus ook, maar ja. Precies. Dat wisten ze. Want Azula heeft het weer verraden. Flauw. Aan de andere kant, als ik de tegenstander zou zijn, zou ik dat ook verraden. Azula is ook zo'n... Wacht, Azula zit in jouw team. Ben je ook een verrader? Nou ja, ik ben wel je tegenstander. Oh, het cirkeltje is weer rond. Is rond. We zitten niet op dezelfde lijn, we zitten op dezelfde cirkel. Ja, volgens mij wel. Hoe we ook lopen, we komen elkaar toch wel weer tegen. Precies. Bij die lijn kun je elkaar nog mislopen als je de verkeerde kant op loopt. Maar yeah. Bij zo'n cirkel? Nah-uh. It not happening. Echt jongen, Shapes Class with Sandra Milaning. Ja, eens. Oeh. Oh. Eigenlijk, shiny? Dit is een shiny lily. Ja, dat klopt, ja. Waar is de cove dan? Nee. Oké, ik hou op.
Go. Oeh, deze Bidoof heeft Moody, waarom? Hij heeft Moody? What the fuck? Hij heeft net als ik 2 afleveringen terug Moody. Ja. Snap je wat ik was? Bidoof salt in the chat. Wat? Bidoof salt in the chat. Bidoof salt in the chat, dat zou ik wel ziek vinden. Oh, deze Bellsprout is bijna dood. En I like it. Ik doe be McDonald's in it. Badam, pam, because pam, pam. You love an eating. Precies, ding. Precies, ding. Yo, Phoenix King. Hoger. Je hebt zo'n watermeloenvogel. Zo'n watermeloenvogel. De meloenheer. De meloenheer, zou je waarom had ik hem niet zo genoemd? Wat zonde. Je weet niet hoe zijn evoluties eruit zien, hè? Oh ja. Dat is waar, dat is waar. De Melon Lord. Wacht, je hebt toch zo'n meloen... Ja, oh mijn god, dat zit ook echt in Avatar. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Dat was ook wat ik bedoelde. Als Staf de vuur is. Meloenheer! Wauw. Eigenlijk ben ik nu wel teleurgesteld dat je dat niet hebt gedaan. Ja, ik snap het ook niet. Je zei het meloen en toen dacht ik ineens... Oh, waarom heb ik hem niet meloenheer genoemd? Oké, okay, volgende aflevering heet die meloenheer. Oh, wat zonde, wat zonde. Ja. Ik hou van leven nu, at the moment, ding. Nu, at the moment, ding. Dat is dubbel op. Ga je healing, of wat ga je doen? Want ja, je loopt rondjes, elk rondje is anders. Ja, ik wil eigenlijk training, maar... Ik wil training. Niet in de horde training. Nee, je moet gewoon eerst gewoon zo'n schijnende Pokémon. Er zijn hier zoveel trainers, Sander, die er straks komen. Ik zou gewoon lekker trainen bij de trainers. Ja, maar dat is dus het hele probleem. Die trainer, die wordt al pittig. Ja, niet met jou. Dat wordt zo'n zandballetje. Kijk, deze heeft de sand rat. Ratting the sand. Ja, deze sand is wel een rat. Ja, hij is in ieder geval niet het vergeten te sturen. Snap je hem, want sand. Ja, ik snap hem. Ja, je bent zo funny guy. Ik wacht maar tot je mijn intro momentje ziet. Nou. Ik hoop wel. Die Riolu, hè, die had best wel handig geweest als die fighting moves kan. Want in het begin zitten zoveel normal types. Ja. Holy shit. Ik hoop dat mijn intro momentje nog een beetje... Zeg maar, het gaat eigenlijk intro ook deels niet over de vorige aflevering. Dus ik weet niet of mensen hem nog snappen. Ja, dan moeten ze de vorige aflevering maar kijken. Denk je nou, waar de fuck gaat het intro momentje over? De kans dat Nando hem snapt is best groot, want die kijkt de meestal volgens mij een aantal achter elkaar. Ja, moet hij niet precies hier tussen nu en de vorige aflevering stoppen? Dat zou een beetje jammer zijn, ja. Anders moet hij maar terugkijken. Dat is verplicht, Nando. Looking? Bellsprout. Het moet wel een one-hit KO'tje zijn. Dit wordt een wat langere serie, omdat we niet de progressie is niet zo snel, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg, want het is wel... Het is wat peacefuller ofzo. Behalve als we tegen elkaar gaan straks, dan niet meer, maar... Nee, dat hebben we vorige aflevering wel gemerkt. The fans was not lowered, dat is wel ziek. Back up the matchup. Oh, niet eens een 1 KO. Oh, kut, sorry. Dat had ik eigenlijk wel verhoopt. Dat snap ik één wel, één. Ja, ik denk al. Die Milan, die snapt het wel. Big bags. Dat je dit durft. Oh ja, maar, ja, oké. Okay. Nu heb je wel mijn punt. Ik zit te kijken, ik denk van, bold move. Dat was het ook wel, maar ik denk wel, ik had het wel overleefd. Oké, dat is attack, oké, dat mag. Ja, ik had het wel overleefd. Ik loop er veel te ver voor, merk ik al. Maar ik moet straks toch een schijnende Pokémon zoeken. Alsof ik dat niet hoef.
Jawel, jij moet het hier nog, maar dat ben je niet aan het doen, je bent aan het vechten. Ja, dat klopt. Maar dat is wel goed voor die experience. Voor die Windows experience. Je krijgt nog niet superveel XP van level 5 Pokémon, hè? Nee, dat klopt. Dat ben ik eigenlijk inmiddels ook wel een beetje achtergekomen. Ik ga het anders doen. Ik ben nu al in too deep. Je kan Incinerate doen. My head above water. En dan kun je ze toch allemaal? Ja, weet ik niet. Dat gaan we nu zien. Misschien alleen de drie, zeg maar, voor. Maar... Nee, alles volgens mij. Ja. Ja. Let's go. Woosh. Ja. Als ik dat wist, had ik dat eerder gedaan. Three Pokémon at the same timing? Pokémon? Ja. Pokémon. Jordi, je favoriete Pokémon is hier. Ja, Jordi, what the fuck? Wat ziek. Oké, ik ga straks wel even healen en daarna ga ik weer gewoon... Ja, ik ben echt nog lang niet zo ver als dat ik dacht. Wat? Dat ik een heel stuk was vergeten wat er allemaal nog komt. Is dat erg? Niet op zich. Alleen, dat was ik gewoon helemaal vergeten. Ik dacht dat we nu naar de cave zouden gaan. Maar we moeten heel route 6, 7, Parfum Palace, Grotto, nog zo'n route. En daarna... Oh nee, en dan nog... Jezus, we moeten nog zoveel voor Gym 2, holy shit. Ja, dat hoorde ik wel vaker over deze game, dat een beetje een dingetje is ofzo. Maar wacht. Ik wacht. Nee, hoeft niet. Die is nog helemaal geen fire. Waarom ben ik zo bang voor water types dan, als hij nog geen fire type is? Ja, Sander, waar ben je daar bang voor? Mag ik omdat ik wel altijd denk dat hij al direct fire type is. Dat klinkt hij, als een jacht. Hij ziet er wel uit als zo'n heet hoofd, toch? Ah, dit was niet... Ik dacht het hier ook ergens... Hè? Wat voor... Ja, ga weg met al die conversaties. Ik wil gewoon... Ja, je moet ietsje doorlopen aan de linkerkant. Daar is de Pokémon Center. Oh, hier helemaal, joh. Ja. Dat is vet ver. Zeker. Yo, noem jij mij nou iets? Een zeikering. Ja, dat is... Campier Town? Oh, dat hele stuk nog. Ik ken dat met die Snorlax straks. Ja. Want ze houden van Gen 1 nadoen. Dat klopt, ja. Zo zijn ze. Oh, ik moet eerst naar die kut. Was Viridian Forest niet ook dezelfde als deze Forest? Die we al gedaan hadden in het begin? Ja. Ja, wat het is ook een soort reboot. Ja. Oh ja, ik zou shiny. Ik moet ook een bloed halen. Furfru, Jordi! Speciaal voor jou. Furfru. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wil ik gewoon shiny. Oké. Ik maak je wel dood. Wel lekker veel en kan. Oh, ik maak je niet dood, want druk ik gewoon op aan. Ik zit gewoon aan te spammen. Kom op. Nou, laten we maar vechten dan, hè. Als het moet. Je moet toch wel een keer krijgen, zou je haast denken. Hoewel, die starten duurde ook dik 200 encounters, dus. Dat gaat ook wel leuk, Sander. Je moet geloven in het hart van de kaarten. Oké. Okay. Oh, hij heeft weer iets opgepikt, maar hij mag iets oppikken. Hij mag het ook houden, want hij is een Pokémon die dat mag. Duidelijk, hè? Ja. Yo, je hebt een strike gegooid. Ja. I do be striking. Yo, ja, is dit die... Mario Strikers? Because I'm striking. Oh. Fight. Dat is wel nice. Hey, niet kijken op mijn scherm. Nee.
Ja, maar je met een level 19... Oh, dit deed weinig damage. Met een level 19 kan je best wel wat trainers daar verslaan en dan krijg je veel meer XP. Nee, want de eentje heeft zo'n water type, zei hij. Oh ja, de eerste volgende is een Corphish, ja, dat is waar. Level 13 Corphish. Dat vind ik eng. Bubbling. Oh, ik heb een water gun. Oh, dit was... Hé, hey, dat had jij zo net ook, volgens mij. Alleen bubbelt lowered speed. En water gun niet. Dus bubbel is beter dan water gun? Dit is al mee also lower speed, ja. What the fuck? How the world has changed. How the turns have tabled. Inderdaad. How the change of world. Die ja. Ik ga ze shiny pakken. Let's go. Pikachu of niet? Geen van beide, hou op. Ik heb Pikachu gekillt. Wil je me nu... Hè? Wil je me nu toch weer zo moody maken? Nog gaan we weer. Ja, jij begint over Let's Go Eevee en Pikachu. Dan naar de Pidgey! Oh, cool. Pum, 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 pum. Dat klonk echt fucking ziek. Oh, jammer dat jullie dat niet hoorden, maar het klonk echt wel heel ziek. Heel ziek. We moeten eigenlijk, als ik zo ver ben zo meteen in de ring, de aflevering gaan beëindigen. Wat heb je dan gedaan in deze aflevering? De aflevering? Ja, ge shiny hunting. Oké, okay, dat is waar. Echt. Hier is hij, die komt hier. Bijna. Wat? Ik dacht, je deed zo... Toen dacht ik, wacht, heb ik een shiny? Maar dat was het niet. Nee. Ik deed zo'n bijna een idee. Maar ik heb ook zo'n firestoning nodig. Dat klopt, ja. Om stoned van te worden. Ik ben een stoner, zo'n firestoner. Krijg je een firestone niet al best wel vroeg in die cave waar je ook de fossils krijgt? Weet ik het. Over die fossils moeten we ook nog even bedenken wat we daarmee gaan doen, maar dat is pas over een aflevering of 4 of 5, dus daar hoef ik me nu nog niet druk over te maken. Als het niet later is. Heeft ze ook nog een Psyduck? Doe even rustig aan, jongen! Nee, ik heb geen Spyduck. Jawel. Paddy, dat had ik dus. Dat is ook nog een reden om Paddy te haten, trouwens. Dit is een schijnende Pokémon. Dat hij niks kan, normaal kan zeggen. De voornaamste reden is wel dat hij cheat, hoor. Dat is wel de voornaamste reden. Dat het een cheater boy is. Verder houden we wel van. Plaats in de comments cheatering boying en je krijgt aandacht. Nee, ik krijg een lidmaatschap voor de anti-paddy beweging. Ja, precies. Gratis. Je hoeft niet te betalen. Die 5 euro, die mag je mooi houden. Wat vlot. Net als Milan. Milan die had, zeg maar, omdat hij de eerste lid is, kreeg je gratis. Ik ben een honorable member, ben ik. Ja, honorable member mansion. Als dit een top 10 members van de ding is, dan zou Milan eigenlijk gewoon op 1 staan, dus dan is het geen eens mogelijk. Oh fuck, ik wil hier de aflevering beëindigen. Ik ben alweer in de volgende battle gegaan. Wacht dat even. Dat was niet de bedoeling. Ja, ik wacht even met je incinerate. En hij gooit de bal en een strike! Yeah! En dan? Boom, 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 boom! Zo klinkt dat echt. Dat klinkt echt heel grappig. Nee. Schilly is level 14. Phoenix King is level 16. Oh, maar Sandring, daar kan je echt die ene Corphish van level 13 wel mee verslaan. Evolueert die dan nu niet? Wie? Phoenix King. Schilly? Oh, Phoenix King. Oeh, dat zou best kunnen. Het. Dat zou een mooie afsluiter zijn. Nee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker Sander's kanaal niet te checken in de beschrijving. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, ja. Amigos.